Het is al jaren hun clubpie. Ze komen naar zoveel mogelijk wedstrijden en hun kamer hangt vol met FC Utrecht. Ja, een paar sjaals en sjaals, shirtjes, een dekbed van FC Utrecht. De voetbalvrienden Vince en Thomas kwamen naar de Galgenwaard voor de jaarlijkse open dag. De club heeft ook deze keer weer flink uitgepakt. Met veel show wordt de nieuwe selectie gepresenteerd en het nieuwe spelerstenu is voor het eerst te koop. De afgelopen week was er veel kritiek op het nieuwe shirt. Daarom is het ontwerp aangepast. Thomas is er tevreden over. Roze is wel iets authentieks. Weet je. Wel speciaal. En dit zie je niet zoveel. En aan de rij voor de fanshop te zien zijn de meeste fans het hiermee eens. Erwin Koeman is de nieuwe trainer. En hij gaf voorafgaand aan de open dag zijn eerste training. Ik was niet zenuwachtig of zo. Omdat ik zelf wel weet wat ik wil. Maar oké, het is toch weer iets anders. Je bent bij een andere club. Andere normen en waarden. Dus ik laat me verrassen. Dat Dries en Kevin bij Utrecht blijven, daar moeten we ook alles voor doen. De nieuwe trainer wordt door de fans warm onthaald. Voor scheidend voorzitter Van Dop is het zijn laatste open dag in functie. Hij wil de club in goede staat achterlaten. De afgelopen dagen natuurlijk heel veel gebeurd. Nieuwe shirt, de presentatie hoogsponsor. Al met al heb ik het gevoel dat dat allemaal op zijn plek is gevallen. En tot slot hebben onze voetbalvrienden nog een goede woordspeling op de nieuwe sponsor. Simply the best. Ja, hey.